In 6 afleveringen gaan wij, Rijk en Niels, ervaren hoe het is om militair te zijn. We gaan mee op oefening bij de Luchtmobiele Brigade, het Korps Mariniers en de Pantsergenie. En niet alleen de actie, maar ook de levensstijl, verbroedering en de lol van dichtbij ervaren. Maak het mee in Untrained on a Mission. Een aantal dagen geleden ontvingen Niels en Nick een uitnodiging om met verschillende eenheden van Defensie mee te lopen. En vandaag horen we eindelijk waar onze eerste reis naartoe gaat. Ja, Rijk. Samen dan. Mogen we na al die dagen eindelijk de brief gaan Inderdaad. Lezen? Inderdaad, lekker vroeg. Oké. Beste Niels en Rijk, vandaag staat jullie eerste reis. Jullie gaan mee op oefening met de Luchtmobiele Brigade. Het doel is om deze training, ook al zijn jullie ongetraind, te laten slagen. Dit vindt plaats op Fort Hood in Texas en jullie moeten daar om 12 uur morgen melden op de basis voor een briefing van de oefening. Heel veel succes. We gaan naar Texas, Pik. Ja. Ik ben nog nooit in Amerika geweest. Nee? Nee. Ik hoop dat je er überhaupt in komt met jouw strafblad. We gaan dus meetrainen met de Luchtmobiele Brigade. Daarvoor leggen we de reis af naar Fort Hood in Texas. Fort Hood is een militaire basis zo groot als de provincie Utrecht. Alle ruimte dus voor onze mannen van de Luchtmobiele Brigade om te oefenen. Alle faciliteiten om zich voor te bereiden op missies zijn hier aanwezig. Wow! Oh fuck. Oké, er kunnen dus 8 raketten mee. 8? Oh ja, ja op 4 per kant. 4 aan deze kant. Kijk ook even. Oh yo, hier heb je ook nog een wapen. Wat is dit? Zo, heren. Goeiedag. Hey, goeiedag. Hoi, Kjeld. Niels. Hoi. Hoi. Rijk, aangenaam. Ik ben Sjant van 3e Peloton. Welkom bij de Luchtmobiele Brigade hier in Texas. Ik ga jullie zo voorstellen aan de boys. Die zijn nu aan het wapenonderhoud aan het doen. Dan kunnen jullie een beetje zien waar jullie de komende week mee gaan optrekken. En we mogen die dingen ook aanraken? Je mag ze aanraken. Ja. Wow. Wow. Uiteindelijk gaan we daar ook mee werken. En, oh, echt? Mee schieten. Als het nodig is, ga je er ook mee schieten. Yes. Let's go, we gaan gewoon die kant op. Oké, goed. Ik ga niet voor jou lopen, want ik weet zeker dat ik er eentje ontvang heb. Ja. Dat weet ik ook wel zeker. Per ongeluk. Heren, stop even waar je mee bezig bent. Ik heb 2 gasten die ik voor wil stellen. Dit is Rijk en dit is Niels. Ja, dit zijn de 2 strijders die ons de komende weken gaan helpen. Dus bij deze, Niels en Rijk. Oké, okay, kerels zullen jullie verder helpen. Ik ga jullie van de week wel zien. Top. Succes, heel veel succes. Thanks. Dankjewel. Zet hem op, hè. Yes. Nou, we gaan alles leren over een wapen. Ja. Wil je ons een wapen vasthouden? Nee, nog nooit. Oké. Okay, dus we gaan even mengen nu. Mag ik hier even bij zitten? Ja, zeker. Ja? Oké, wapen schoonmaken. Waarom? We hebben gisteren een actie gedraaid. We hebben flink gevuurd. Zoals je ziet, dat is best wel vies. Hiermee hebben we dus wapens schoongemaakt. We gaan vanavond weer een actie draaien. Dus we moeten zeker zorgen dat het wapen blijft werken, functioneel blijft. En daarvoor plegen we zoveel onderhoud. Oké, dus het is niet alleen de buitenkant? Nee, zeker niet. Nee, juist de binnenkant. Dit zit eigenlijk allemaal oorspronkelijk in het wapen. Dus ze kunnen best wel wat hebben. Alleen, kijk, nu hebben we tijd en... Ja, we hebben de tijd en ruimte om het nu schoon te maken, dus dan doen we dat zeker. Ja, duidelijk. Wat is dit voor gruwelijk ding? Dit is een Colt C7. Een hoe? Een Colt C7. Oké. Okay. Met een undersling. Dat is een 40 mm granaatwerper eronder. Zoals je ziet heeft die dat niet. Een granaatwerper? Ja, je kan een 40 mm granaat in. Als je ziet. Inplaatsen, vuren. En dan zou je eens kunnen vuren. Gewoon met granaten knallen? Ja, eigenlijk wel. Dat ben jij, de granaatknaller. Ja, dat ben ik, ja. Bataljon. Ik kan hem wel voor je in elkaar zetten als je wil. Ja, graag. Hoi. Hoi man. Hoi, mag ik naast jou komen zitten? Ja, tuurlijk. Pak een ton. Kijk eens even, we gaan lekker zitten. Chris, ik zie dat je al druk bezig bent met het uit elkaar halen van je... Nou, dit hoort een gun te zijn volgens mij. Ja, hij ligt al uit elkaar. Ik ben hem aan het onderhouden. Dit is de Minimi, het is een spreidingswapen, machinegeweer. En dat heeft een hele belangrijke functie in de groep. Want niet iedereen gebruikt deze? Niet iedereen, nee. Per groep zijn er 2 minimis. Sommige coltschutters die kijken wat meer voor zich, waar ze lopen. Ja. Maar onze taak is echt om in de diepte te scannen. Wat zien we? En waar liggen eventuele dreigingen? Oh, want ik heb dan, als je praat over diepte, heb ik echt een sniper in mijn hoofd. Lig jij ook voornamelijk op de grond? Ja, dit is wel een wapen...
waarmee je het meeste effect haal je door als je ligt. Want anders gaat het alle kanten op, want je bent constant aan het rammen. Oh, dit is zo'n Rambo en Rambo kogelriem, laat maar zeggen. Ja, heb je kogels bij je? Dat klinkt wel interessant, zo gaan we niet voorwaarts. Oh. Dat is niet de bedoeling. Niet zo om je heen, zeg. Nee, het klinkt wel leuk met twee strepen onder je ogen natuurlijk en zo'n bandana. Nee, dat gaat hem niet worden. Nee. Okay. Nee. Maar wel zulke kogels? Ja. Die aan elkaar zitten, dus die hoef je niet apart in de magazijn te doen. Ja, het is een band. Oh, dat is cool. Maar is dat vanaf het moment dat je kon kiezen en dat je erin ging verdiepen? Of heb je echt al, je was 9 jaar en je zag dit eens een keer? Nee, ik zat eigenlijk altijd met defensie in mijn achterhoofd. Ja. Ik heb gaandeweg andere dingen gedaan in de burgermaatschappij. Ja, wat voor dingen? Ik heb in een winkel gewerkt. Ja. Maar op een gegeven moment kwam die... Wat was dat? Wanneer was dat moment? Het zat dus altijd in mijn achterhoofd. Ja. En op een gegeven moment was het van, ja, het is... Nu of nooit? Nu of nooit. Ja. Ja, gewoon als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit meer. Dus ik heb dingen aan de kant gezet en ben ik dit gaan doen. En ben je blij met je keuze? Ja, absoluut. Elk moment? Ja, fantastisch. Kijk waar we zitten. Ja, dit is niet normaal. Ja, top hè. Wow. Dus deze tweede is voor de Die is voor de granaatwerpen. Even safe zetten. Ja, vet. Ik ben heel erg onder de indruk. Voor het eerst in mijn leven gewoon een wapen vast. Een echt wapen. Dat is hem. Mag ik hem vastpakken? Tuurlijk, ga je gang. Zeg maar, ik pak nu gewoon random wat vast. Ja, heel goed. Hier kan je wapen of je linkerhand plaatsen. Oh, wacht even hoor. Oké, wacht. Oké. Yes. Ik snap wel dat dit een wapen is waar je achter moet liggen. Ja, wel hè? Ja. Nou, ik zweer het, ik sta nu al te trillen. Dit slaat nergens op. Hoe zwaar is dit? 10 kilo. Als je er een patroonmagazijn of een pouch... Oh, dan moet er nog onder. Ja, als je er een pouch onder hebt met munitie, dan ben je over de 10 kilo. Weet je wat ik me altijd afvraag, hè? Op het moment dat jij iemand ziet en jij gaat vanaf langere afstanden dan de rest van je groep, toch? Dus jij vuurt als eerst. Is het dan nooit een moment dat je denkt... Ik schiet om een mens. Ja, gelukkig heb ik dat nooit meegemaakt. Ja? Met het oefenen is het wel even... Is het anders. Ja? Maar als het in het echt zou gebeuren... Ja? Dan gaat het denk ik wel wat door je heen. Ik weet niet wat. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee. Maar als het moment daar is, dan moet het gewoon gebeuren. Dus je hebt al jaren in je achterhoofd dat kan gebeuren. Dus misschien dat het moment verlicht dat als het eenmaal zover is. Dat je dan er meer helder over na kan denken dan dat ik het nu opeens zou moeten doen. Ja, nou, je hoeft verder niet over andere dingen na te denken dan dat. Want je weet hoe je wapen werkt, je weet hoe het in een groep werkt. Ja. Als jij een doel uit moet schakelen, dan is dat het enige waar je op moet focussen, denk ik. Ja, dat is waar. En als je iemand uitschakelt, bescherm je ook weer je eigen maten. Ja, precies. Het is, dus dat is misschien een beetje de gedachte, dacht ik. Ik denk, het is hij of wij. Ja, en dan, dat is waar. Ja. Shit. Ja, ik vind het heel lijp. Ik vind het heel lijp. Ik heb nog 100.000 vragen. Ja. Maar ik loop komende dagen nog met jullie allemaal mee. Oké. Okay. Dus, maar in ieder geval bedankt dat ik hem vast wil houden. Ja, graag gedaan. Als je vragen hebt, dan kan je het gewoon stellen. Oké, top. Ja. Top. Is dit jouw favoriet? Ja, dit is wel mijn ding. Ja. Dit is jouw ding? Absoluut. Goud. Nadat de wapens zijn gepoetst en we de luchtmobiliers een beetje hebben leren kennen, is het tijd voor onze eerste echte training. We kleden ons om voor een training genaamd LRC, oftewel een leiderschapsoefening. Ons de beurt neemt één van de mannen de leiding en moeten zo met beperkte middelen verschillende problemen oplossen. Niels en ik lopen mee met één van deze opdrachten. Oké, de opdracht van nu. Ja, we hebben een brug, die is kapot. Daar moeten wij overheen met bepaalde middelen. We hebben één kool bij ons, die moet droog aan de oven komen. Mike, jij houdt tijd bij. We hebben 17 minuten de tijd voor deze opdracht. De tijd loopt. Kun jij doorlopen of dat lukt het niet? Ja, ik kan het proberen, maar... Nee. Hopen dat dit gaat werken. We gaan nu vanaf één kant proberen aan de overkant te komen. Wat eigenlijk heel logisch is. Als er een geïmproviseerde brug is gebouwd, mag Rijk van ons tweeën als eerste de oversteek wagen. Rijk, jij gaat hierna. Ja, goed. Ja. Weet je, we hebben nog weinig tijd. Kom. Ja. Over die kant. Ja, lekker. Ja, kom. Lekker rijden.
Oké, hetzelfde systeem niet aan de andere kant, jongens. Ja, je moet wel. Nee. Jazeker wel. En als ik uiteindelijk ook aan de beurt ben, krijgen we het vertrouwen om een andere belangrijke taak uit te voeren. Namelijk de kar naar de overkant brengen. Ja, duwen. Duw. Oké. Ja. Oké. 3, 2, 1. Zorg dat je één been op de stang hebt liggen en één been op de grond. Ja, dat doen we zo. Ja. We doen de laatste. Ja, verder. Oké. Oké, balanceren. Ja. 1, 2, let, jongens. Nou, jij erover. Oké, no tempo. Lekker! 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 We hebben het gehaald, alleen niet binnen de tijd. Vind ik echt mega jammer. Ik ben benieuwd naar de bespreking. Hoe ging de opdracht? Hoe is het gevoel? Er was geen duidelijk plan van tevoren. Dus we hebben een beetje uitgevogeld hoe we het gingen doen. Uiteindelijk zijn we toch dus het doel wel gehaald, alleen de tijd niet. Oké. Niels? De eerste minuten hebben we natuurlijk wat tijd verspeeld. Door een beetje chaos en eigenlijk niet weten wat voor plan we moesten uitvoeren. Het einde ging wel weer snel. Alleen ja. Dat ja, de eerste 5 tot 10 minuten met die balken overgaan, ging ook weer heel traag eigenlijk. Voor de volgende keer, probeer eerst even bij elkaar te komen. Dit is het plan, zo gaan we het doen. Check. Als de opdracht, al dan niet te laat, voltooid is, komt een van de mannen met het fantastische idee om dat te vieren. Door in het water te springen. Ja, ja. 1, 2, 3! Ik wist het! Daar gaan we toch? Ja, fuck it. Ja, wij zijn hier niet eens. Zo, met wie rij ik mee? Kleine ontgroening. Kleine ontgroening inderdaad. Groen en bruin. Ik wist al daar aan jouw lach. Ik zag jouw lach en ik dacht, alles wisten jullie. Dit gaat gebeuren. Niet alleen ik, hey, kom op. Met Natpak vertrekken we richting het slaapgebouw waar we voor het eerst onze kamers zien. En ons kunnen opfrissen voor een eerste echte missie. Ja, het zijn 2 bedjes, een nachtkastje, hier een kast om je spullen in te leggen. Ja. En we delen samen de badkamer en het toilet. Oh, maar dit is nog groter dan ik had verwacht. Ja, toch wel? Ik dacht ook echt dat we in een stapelbed moesten gaan liggen. Nou, ja, dat zou kunnen, maar nee, gelukkig niet. Nee, top. Toch wat privé. Hè? Ik ga nu douchen. Ja. Waarvoor gaan we ons klaarmaken nu? We gaan zo meteen naar de Boas. Dat is een oefendorp waar wij het OVG trainen. Ja. Op het hele stedelijk gebied. En daar gaan we ons voor ready maken. Dus we gaan een missie doen? Ja, klopt. We gaan eigenlijk kleine missies draaien. We gaan verschillende huizen zuiveren. En daarbij gaan wij altijd trainen hoe we dat het meest veilig kunnen doen in groepsverband. En terwijl Rijk lekker staat te douchen, maken Tony en ik de kamers alvast ready. Hoe vaak ben je eigenlijk intern hier? De oefenweken, dat we echt weg zijn, dat moet je rekenen dat je gewoon een half jaar van het hele jaar in totaal, zeg maar, dus verdeeld over het hele jaar, ben je wel weg. We krijgen ook toelaags ervoor, dus omdat we dan in het buitenland zijn en op oefening zijn. Okay. Dus we krijgen ook naar betaald en dan mogen ze natuurlijk ook wat terugverwachten. Alleen je bent nog niet uitgezonden geweest. Nee, klopt. Ik oude kompie waar ik zat, de afkompie, die had een uitzending naar Irak. Helaas mochten daar maar weinig mensen van mee. Okay. Maar jij zegt helaas. Voor jou is echt de droom om uitgezonden. Ja, zeker. Ja, daarvoor doe ik het ook. Daarvoor heb ik al die trainingen gevolgd en ben ik waar ik nu ben. Ja. Heel vet. Ja. Hey, bij mij gaat het nog niet zo lekker. Nee, deze zit er al zo goed als in. Dus, ik ga nog even door. Ja. Ik zal hem ervoor pakken. Oh, ja. En als we helemaal opgedroogd zijn, vertrekken we richting de eerste missie. Op Fort de Hoed zijn complete dorpen gebouwd om zo realistisch mogelijk te kunnen oefenen. Wij gaan naar een van die dorpen om te oefenen huizen te clearen. Maar onderweg maken we een kleine tussenstop. Het is namelijk eindelijk zover. Niels en ik krijgen ons eigen wapen. Thank you. Nou, oké, jongens, ga daar even, neem daar even plaats. Ja. Kijk even goed naar wat ik doe. Ik ga jullie even wat uitleggen. Ja? Ja. Nou, we krijgen het wapen vanuit de wapenkamer in deze stand. Dus om te controleren dat er niks in zit. Okay. Dit wapenonderling doen we altijd knielend. Dus doe mee. Lopen die kant op, allemaal. Dus niet richting mij, die kant op. Pakken de spangreep. En trekken hem helemaal naar achter, totdat hij niet verder kan. Goed trekken. Ja, dan voel je een weerstandje. Ja. Dan kijk je in de kamer achterzijde loop, of er niks in zit. Ja.
En dan brengen we deze ondergeleide naar voren. Dus rustig. Ja, heel goed. Oké, dan drukken we met onze hand op de aandrukplunje. Ja, heel goed. Hulsgedeksel sluiten. Ja, kijken of die op repeteer staat. Overrichtmiddel kijken. Ja, daar. Ja, repeteer. Overrichtmiddel kijken. Afdrukken in veilige richting. Heel goed. Check. Ja, check. Ready to go. Nice. Mooi moment. Fucking gruwelijk, hè? En nu we ons eigen wapen hebben, moeten we natuurlijk ook weten hoe we hier verantwoord mee om moeten gaan. Daarom krijgen Rijk en ik eerst een lesje over ons nieuwe gereedschap. Oké, boys. Lekker plekje in de schaduw. Oh, ja. Ja, lekker cool om te werken. Tony leert ons de belangrijkste wapenhandelingen, zoals laden en ontladen. En om te weten wat we straks kunnen verwachten, mogen we natuurlijk ook even schieten. Oké, en vuur. Zo. Oké, nog een keer vuren. Nog een keer vuren. Oké, dan zetten we nu het wapen op safe. Het wapen is nu ontladen. Oké, nou hoe was dat? Vet. Dat was vet, hè? Dit was echt heel vet. Dit is dik, hè? Ik schrok me dat. Je ruikt het ook. Ja, je ruikt het direct. Ja, ja. Klopt. Ja, en ik zag jouw kogelhuls er zo door mijn kijkgat heen vliegen. Echt? Ja, die ging over mijn wapen heen. Dik. Heel vet. Nou, Chris die heeft ook zijn eigen wapen mee, de Minimi. Hij gaat jullie daar ook even mee laten vuren, om te kijken hoe dat voelt. Weten jullie ook het effect van dat wapen. Dus daar gaat Chris jullie alles over vertellen en uitleggen. Ja, dit is de Minimi. Het is een machinegeweer. Dit heeft de meeste vuurkracht, zeg maar waarom heeft dan niet iedereen dit wapen? Omdat je een combinatie van vuurkracht moet hebben en wendbaarheid. Ja, okay. En als iedereen met dit wapen sleept, dan ga je veel trager. Heel vet. En wij mogen hiermee schieten, heb je net gezegd, toch? Klopt. Dik. Niels, juist. En ik? Oké. Recht achter het wapen. Dan pak je met je rechterhand de pistoolgreep vast. Voordat je gaat schieten, je bouwt het schot op. Ja, je ademhaling. Je moet volledig ingeademd zijn, zodat er zoveel mogelijk massa achter het wapen zit. Alles aanspannen. Alles aanspannen, ingeademd blijven. En afdrukken. Oké, safety pijl. Ja, deze, aan deze kant. Indrukken. Ja. Heel gruwelijk rijk. Ja, is vet. Ja, maar je moet wel echt oppassen, want ik denk dat jij echt naar achteren vliegt. Ja, dan kom op dat ik half jouw gewicht ben. Nou, Rijk, ga liggen, joh. Alles aanspannen. Vinger op de trekker. En afdrukken. 3x3. Nou, Rijk, hoe voelde dat? Maar dit was zo vet. Dus even... Ik ben ook een soort buiten adem. Ik heb alleen maar gevuurd. Ja. Lijf. Ja, cool. Dus je durft wel met ons dadelijk de actie in te gaan nu je dit hebt gezien? Ja. Ready and steady. Of we echt ready zijn, zie je de volgende keer. Dan gaan we namelijk voor het echi meedoen aan deze missie. Maar dan zijn we natuurlijk nog niet klaar. We gaan namelijk ook nog vliegen met een Chinook. Kijk, dit was niet normaal gruwelijk vandaag. Ja, lijf. Dit was een hele goede eerste aflevering. Ja. Maar Niels, het mooie is dat aflevering 2 nog 10 keer heftiger wordt. Want dan gaan we de grote missie uitvoeren. Zeker weten. Dus wil je dat nou zien? Check het volgende week op Concentrate Bolt. Dus abonneer even op ons kanaal en doe een duimpje omhoog natuurlijk. Ja, laat ook even weten of jullie denken dat wij klaar zijn voor die missie. Gaan wij door voor echte militairen? Laat even weten in de comments. Ben je zelf overtuigd? Nee, niet echt. Tot volgende week. Yo.